Laatste, dit is de laatste uitzending van dit seizoen. Ja. Ligt voor elkaar, even plat, even op de rug in die grote blauwe zon. En dan gaan we even genieten, mensen. Dus even de laatste uitzending, u begrijpt natuurlijk wel, hè. Even afscheid enzovoort. Maar we blijven wel, want er komen tot vervelend toe herhalingen. Oh, daar komt Toon binnen. Wij hebben net geboekt, meneer Van Bokaal. Wat zei je, Toon? Wij hebben net geboekt. Wij hebben net geboekt, alsof dat iemand... Wij gaan naar Schorrel. Ja, nou, daar zijn we. Ze gaan naar Schorrel, die twee. Nou, dus even een waarschuwing. Als u naar Schorrel gaat, Web en Toon zitten er ook. Oh. Je weet je, ben ik nog nodig, anders hou ik mijn jas om. Daar is de bom. Compleet, dus we kunnen beginnen. Nou, u begrijpt natuurlijk wel, hè, zo'n laatste uitzending, dat is een beetje triestig, maar we gaan er toch stevig tegenaan. En ik ga gewoon, is everybody happy? En dan hoor je een massaal. Yeah. Zo mag ik het horen, hè. Dat was het weer even. Zeg, meneer Boemekaar, ik hoor, het is de laatste uitzending, hè? Ja, het is de laatste uitzending, maar hoezo, we zitten nokkie-nokkie. Hoezo de laatste uitzending? Hoezo de laatste uitzending? Hoezo? Dat is toch ieder jaar de zomer, dan hebben ze toch herhalingen bij die NCRV. En in oktober, 1 oktober of 2, in ieder geval begin oktober, dan komen we weer met de nieuwe afleveringen, hè? Maar deze zomer is het even horen van, hé... Hey, daar komt weer een oude bekende voorbij. Oh, dat hoor ik anders iedere week, meisje. Oude bekende voorbij komen. Maar we gaan nu nog even nieuw. En we gaan gloedje, gloedje, gloedje. Hier komt de nieuwste van de Groot. Zeg het even, jij hebt het allemaal georganiseerd. Oh ja, de kerel. Even heen geglipt. Was het maar waar, hè? Was het maar waar. Nee, hoor. Even ogenblik nog met het programma. We wachten nog even. Want we krijgen eerst nog het hoedige gedoe met die spreuk. Ach, die spreuk, dat vind ik toch altijd wel leuk, hè? Ja, ik kan ik nog even ook, koffie zetten? Mensen, hou nou eens even, hou nou eens even. Nou, het gaat maar door, hè. Zouden we doen naar die spreuk? Kom op, nou, de grote, hè. Knal er nou eens overheen. Hè? Doe nou eens zitten, bommetje, bommetje. Beetje beter één vogel in de hand. Dan twee in de lucht, maar. Dan de lucht van 10. Nee, zoals hij dus, dan gaan we nu beginnen met gloedje, gloedje. Hier komt een gloedje nieuw. Wie de groot nou. Ik ga even zeggen dat ik het heel leuk vind dat hij komt. Wie? Vader Abraham. Ah, Vader Abraham. Ach, daar hebben we tijd niks voor gehoord. Nee, nee, die hoor je nooit op heel onze drieën. Hier komt die Vader Abraham. Ja, die Vader Abraham komt. Oh, dan ga ik even naar buiten, want ik hou niet van die namaak Sinterklaas. Nou, ben je ook wat dit nou toch weer? Hij heeft nou ook een lappie voor zijn ogen. Wat, heb je een lappie voor zijn ogen? Ja, want het gaat over piraten. Dus, oh, waarom heeft hij niet een lappie voor het andere oog ook dan? Nou, kom op nou even mensen toe nou, hè. Laten we nou gezellig houden, jongens. Daar komt hij, hoor. Vader Abraham, met de nieuwste, de... Hoe heet het? Bedankt, piraten. Bedankt, piraten! Ja! Daar is hier Vader Abraham. Ja! Daar komt hij al. Wat gebeurt er nou weer? Hij heeft het lappie voor zijn goede oog. Wat is dat nou ook een gedoe? Wie wilde nou ook met een lappie voor zijn oog optreden? Wat maakt er nou ook uit? Gezeur allemaal! De mensen, hoe kwam hij terecht? Oh, op zijn hoofd, Tom. Oh, dus hij kwam goed terecht. Nou, doe nou even, hè. Maar meneer Vader Abraham komt nu, help die man over hem. Met een lied over de piraten, want u weet wel, hè. Er is veel, hè, piraten, Nederlandse liedjes, hè. Dat is wel even lekkerder dan wat ze daar in Hilversum 3 klaarstoven, hè. Dat is natuurlijk helemaal niks, hè. Hier is de microfoon. En daar gaat hij nou over zingen, dames en heren. Vader Abraham, dames en heren. Ja. Ik weet het niet, maar ik ga even zitten op die jongen, wat nog heel leuk. Wat heel leuk. Zo blij met wat je doet, bedankt piraten. Ja, dat vinden wij ook, hoor, dat vinden wij ook. Je draait nog steeds voor ons de allerbeste platen. Nou, ik vind een gezellige platen. Jan Boezeroen en zo. Ben wat ik ook doe. Kan je verstaan? Ja, dat is waar, je kan hem overal verstaan, hé! Piraten kunnen toch dat heel ver.
zijn bel aan. Tuurlijk. Nou. Vraag het zomaar aan de mensen. Nou, wacht eens even. Wacht eens even. Laten we dat eens even doen. Laten we even aan de mensen gaan vragen. Wat voor soort mensen bijvoorbeeld? Ja, wat voor soort mensen dan? Vraag het aan de bakker in de straat. Kom mee, jongens. Nou, dan gaan we naar buiten. Gaan we het even vragen aan de bakker, jongens. Kom mee, even naar buiten. Kom op nou, buitengeluiden. Hé, hey, meisje, moet ik ook mee? Kom op nou, buitengeluiden. En zo staat. Ja, kan het wat zachter misschien? Oh ja, hij wilde die starten, Rick. Zo staan we dan hier buiten op straat en we gaan eens even aan de bakker hier aan de overkant. Is een bakker. Goedemiddag, bakker. Nou, goedemiddag, meneer. Hij wilde vragen. Hij weer. Wat denkt u van de piraten? Welke piraten? Piraat op de radio. Piraat op de radio? Op de radio, ja. De radio? Ik luister nooit naar piraat op de radio. Ik hou niet van dat Nederlandse gedoe. Daar hou ik helemaal niet van. Ga mij maar buitenland. Oh. Nou, dat is dan even jammer. Ja. De bakker was het niet zo eens, vader. Misschien even nog... Vraag het zomaar aan een huisvrouw. We gaan een huisvrouw zoeken. Mevrouwtje! Ja! Ook het niet, Beb! Jij kan ook even voor een huisvrouw spelen, toch? Zal ik even interviewen, Beb? Ja, vraag jij even de groot aan Beb dus over de piraten. Ach, maar nu ben ik op de radio! Ja, je bent op de radio, Beb. Oh, leuk, zal ik even zwaaien? Beb, luister je veel naar de piraten? Ja, ik ben een enorme liefhebber van de piraten. Oh ja, welke piraat luister je? Ik luister de hele dag naar Radio Noordzee. Dat vind ik prettig, Radio Noordzee, daar luister ik altijd naar. Oh ja, maar dat kan toch helemaal niet? Hoezo niet? Die is al 6 jaar uit de lucht. Oh, ik denk al, wat ontvang ik hem slecht. Ja. Nou, wat is dat nou? Nou, die weet het ook niet. Nou, aan wie moeten we het nou vragen dan? Bram? Aan iedereen die Nederlands praat. Aan iedereen die Nederlands praat. Nou, dat zijn er nogal wat. Nou, eens even kijken, wie hebben we hier leggen? Nou, daar loopt nog wel iemand. Daar. Oh, dat zal ik even vragen. Ja, vraag even de grote. Dit maakt niet uit aan wie, maar iedereen. Meneer, ik wou vragen, bent u ook zo blij dat er piratenzenders zijn? Ik niet weten, ik kan treinen schoonmaken. Oh, hij weet het niet, ik. Ja, want je vraagt het ook aan een buitenlander, aan iedereen die Nederlands praat. Nederlands. Ja, dat gaat hij bedoelt natuurlijk ik gewoon... de treinen schoonmaken. Ja, hij bedoelt natuurlijk gewoon... Nou, vraag aan iemand anders dan, maar er gezeurt toch altijd. Je vraagt het altijd aan de verkeerde. Die man, die neem ik. Die beetje kaal onder man. Ja, vraag het even dan. Ik wou even wat vragen voor de NCRV, voor de radio. Ja, natuurlijk is het voor de NC, dat hoef je toch allemaal niet te weten. Iedereen, NC Dik voor elkaar, NCRV. Dat is toch algemeen bekend, dat staat in alle kranten, de omroepbladen. Waar zou het anders voor zijn? Want het is toch een typisch NCRV-programma, Dik voor elkaar. Maar waar kan dat nou al? Natuurlijk is dat NCRV. De NCRV, die hebben wij natuurlijk wel. Gaat hij niet weer mij zeggen dat het voor de NCRV... Natuurlijk is het voor de NCRV. Van de Roen, hè? Van de Roen. Alsof de mensen deden, mensen weten dat niet. Die denken van, waar zou dat voor zijn, zeg? Waar zou dat voor wezen? Voor welke? Natuurlijk voor de NCRV. Van de Roen, hè? Uitgebreid over die NCRV. Het is voor de NCRV. Oh ja, het is voor de NCRV. Is het voor de NCRV? Natuurlijk, we hebben het beter als vijfste kind. Oh ja? Hé, meisje, blijven we zeuren over die NCRV. Nou weet ik het wel, hè. Het is voor de NCRV. Uit de brand ben je ermee. Meneer, ik wou u vragen, wat vindt u van de piraten? Ik ben aan het rand geslaagd. Voortdurend aan de verkeerde. Ik begrijp niet hoe kan dat nou? Laag het nou eens gewoon brand bedoeld. Gewoon aan de gemiddelde. We zijn zo blij. Ja, maar zij... wat je doet. Nou. Bedankt, piraten. Nou, ik heb nog niemand gehoord die er blij mee was, hoor. Je draait nog steeds voor ons de allerbeste platen. Allerbeste platen, ja. Waar ik ook ben, waar ik ook doe, kan je verstaan. Ja, dat is waar, hè. Nou, alhoewel, zet jij nou eens zo'n piraat op, de grootlaars horen hoe dat klinkt, zo'n piraat. En een hele goede middag gewenst hier vanuit Steenwijkerwold. Hier is Radio Steenwijkerwold met een speciaal Nederlands programma. Oh, dat klinkt er wel even lekker. En de plaat die we gaan draaien is die van vader Abraham. En hij gaat zingen. Leuk, even stil. Bedankt, lieve ouders.
Daar komt vader Abraham. Met bedankt, lieve man. Ja, dat is toch wel even aangenaam om maar te luisteren. Zet hem maar uit, de groot. Zet hem maar op, die troep, hè. Dank je wel. We zijn zo blij. En een hele goede middag gewend. Hier vanuit Steenwijkerwold. Hier is Radio Steenwijkerwold. Met een speciaal Nederlands broadcast. En de eerste plaat die we gaan draaien is vader Abraham. En hij gaat zingen. Maar ik ook ben, maar ik ook doe. Bedankt, lieve ouder. Bedankt lieve ouders, bedankt lieve ouders, Radio Steenwijk. Ja, dat was wel even leuk natuurlijk, hè. Dat was wel even leuk, hè. Nou, weet je wat ik alleen als wel eens zou willen weten? Wat die vader Abraham nou eigenlijk van onze lachen of een schietshow vindt? Oh, hey, want hij bevalt eigenlijk als hem driemaal lachen of een schiet, vindt hij toch zeker wel leuk? Vragen we het eens even aan hem, meneer de Groot. Vader, wat ik wou vragen, wij zitten zelf op Hilversum 3. Wat vindt u nou van de lachen of een schietshow? Ja, wat vindt u nou van de lachen of een schietshow? Eén keer in mijn leven moet ik zeggen. Ja, wat? Ze kunnen daar de pot op allemaal. Ik ook! Nee, nou wordt die mooi! Nee, nou wordt die vrouw! Hoi, wat een rijkaart! Wat heb ik niet voorbereid? Wordt weer lekker afgezet ook. De prijsvraag. En nou, u weet wel, we hebben deze keer 2 prijsvragen. Vorige week hadden we geen tijd tijdens de 27 FC-uitzending. Hallo, hallo. Is er iemand staande bij me, zeg? En deze keer hebben we dus 2 oplossingen van de week hiervoor en de week daarvoor. En hier komen de vraag van vorige week. Dus de week voor de vorige week. Ja, de vraag toen was... Ja, het probleem is... Het probleempje. In het archief heb ik die al opgeborgen. Die ligt al in de vuilnisemmer. Nee, ik had hem hier zo. Ik zou hem in de vuilnisbak leggen. Ik vond het zonde. Oh. Heb ik hem meegenomen. Hier is die al. Oh, gelukkig Harry. Harry heeft hem hier. Heb je wel kans dat die kraak komt? Nou ja, zal misschien ietsje kraken. Nou ja, dat zijn we wel gewend van die platen van jou. Hier komt dus de vraag van de week van de vorige week van de week daarvoor. En die vraag was... Waarom kwam jij toch in mijn leven? Ja. Heeft u daar een bon voor? Welke, hoe het op en afgezet wordt, het huis is niet verboden. Hoezo? Wat was dat dan? Ja, wat ze. Nou ja, laat maar gaan, hij hoort het zelf al niet eens meer. Het is helemaal verdoofd en dat soort dingen. Hier komt dus de vraag van de oplossingen van die week daarvoor. Nou, dat wordt lachen geblazen. Hou je maar weer vast aan alle kanten. Ik pik er eentje uit, hoor. Pak er zomaar wat, hoor. Charlotte Verschoor. Ja? Uit Capelle aan de IJssel. Dat belooft wat. Waarom kwam jij toch in mijn leven? En het antwoord was... Volgens mij Anja en John. Anja en Johnny. Kijk maar dit. Ja hoor, we hebben er weer één. Anja en Johnny schrijft er weer aan doen. Kijk weer het hok in. Belachelijk, hè. Nou ja, daar gaan we weer. Het houdt er niet voor mogelijk, hè. Afreageer je hokje weer in. Deurtje dicht. Dan ga ik even verder. Piet Ron uit Hoogwoud. Die schrijft... Er was geen ruimte meer in het afleveringkamertje. Dat was leuk. En Rolf Nijs gaat hier weer zijn. Waarom kom jij in mijn leven? Alles is niet leuk. En hier heb ik... waarom kom jij dan in mijn leven van Eibald van Zark? Ik kreeg nog een tientje van je. En Marcel van J. uit Veldhoven. Waarom kom jij in mijn leven? Op het mijne zat geen garantie meer. Dat is heel leuk. En dan ook. Deze heb ik hier van waarom kwam jij toch in mijn leven? Odette Anoushka Delft, omdat ik daar een bom voor had.
Dat is ook een leuke. Wat zo, daar ben ik weer. Even kijken, dit is heel leuk. Wat knapt dat toch op als je daar even in gaat, hè? Oh, ben je weg geweest? Ben je weg geweest? Kan toch in het hok weer? Waarom kwam jij toch in mijn leven? Omdat er voor mijn broer geen plaats meer was. Dus oh, dat is ook een hele leuk, omdat er voor mijn broer geen plaats meer was. En hier heb ik de prijswinnaar. Die. Ah, de prijswinnaar! Sorry hoor! De winnaar! Ja. De winnaar is deze week, Niel, oh, let op! Winnaarster is het, hè? Ook winnaarster! Ja, ja, ja. Nou. Molly van Oort. J.J. Hameling, baan 14 in ja. Zeist. En wat had hij? Nou, waarom kom jij nou, in mijn leven? Nou? Vertel me liever hoe ik er weer uitkom. Maar we hebben nog niet gehad, dat was dan de oplossingen van deze week. En dan komt er nu nog de oplossing van vorige week. Ja, want dat hadden we ook nog. We hebben er dus twee. En nou, daar gaan we weer. Sorry, hoor. Ik heb altijd goed voor je, omdat jij net hebt gezegd. Oh ja. Nou, kom het nog! Nee, weet je, ben ik nog nodig, anders hou ik mijn jas aan hoor, de gezeur allemaal. Nee, het komt er aan, de grote. Nou, kom op nou met de vraag. De vraag van vorige week, die zat in de 27 MC-uitzending. En die vraag... Dat wordt dat hier op wordt uitgespannen. Hij is hem aan het opzoeken. Hij zoekt hem even op. En dan die woorden... Kan toch niet meer, hè? Dit kan toch niet meer, hè? NCV-programma is dit, hè? Zijn... Nou, wat is dat nou allemaal? Wat hoor ik nou nog? Dat is eigenlijk een... Maar een privier voor noodzaken... Nou, klop het nog op, hoor ik het! Hij kan het niet vinden, die... Hij kan het weer niet vinden! Samen af te leggen. Oh, hier is die. Attentie, attentie, kanaal 14. Dit is de Kaliopmobiel, de Kaliopmobiel. Ah, is daar nog iemand staande bij? Breek. Ja, Kale Joop, hier is de Alfa Romeo. Wat is jouw locatie, kappa? Ja, Alfa Romeo, mijn locatie op, is op het ogenblik de N93, de N93, richting Apeldoorn. En ik zit op het ogenblik zonder benzine. Zeg, kom jij toevallig deze kant op, kappa? Heeft u daar een bon voor? Dat was dus de vraag van vorige week, ja. Kom je toevallig deze kant, ja, hoe plezier je hebt. Heb ik hier... Nou, je komt dus de vraag, kom je van deze kant op? Vincent Wiegelink uit Hurelo. Ja. Kom je toevallig deze kant op? Kale Joop Mobiel. Kale Joop Mobiel. Ja, dat was inderdaad het station, want nou, daar gaan we weer. Toch mogelijk, hè? Twee keer in de uitzending. Nou ja, tot zo. Nou, heb ik hier... Ga je weg, Dick? Heb ik hier een beetje sneeuw? Rotterdam Zuid, oplossing nee, ik sta hier met vier lekke banden. En hier, Hans Dekker uit Kastrikum, kom je toevallig deze kant op? Nee, want mijn bakkie wil een andere kant op. En hier, familie De Beus uit Wamel, ik heb geen benzine, mag het ook mijn papagaaien zoek lezen. Dat vind ik wel leuk. En kom je toevallig deze kant op? Ja, en als je me ziet, steek dan bij je hand op. En je bent je aasveld aan de edel. Dan doe je er wel een beetje kant op. Ja, want ik moet ook een blikmachine halen. Kom maar op de rug zitten. En hier... weer Oldeboer aan heten. Kom je toevallig deze kant op? Dat geloof ik niet. Want ik fiets tegen de wind in en ik ruik Ome Joopse wonderdrankje. Nou, dat weet ik niet hoor. He, he. Was je even weg, Dick? Ja, twee keer valt niet mee hoor. En hier, Volker Couperus uit Meppel. Kom nou, jij toevallig deze kant op? Nou. Antwoord, ja, dat is 100% Santiago 8. Radio 5. Ik heb hier de prijs winnaar, Dick. Oh, de prijs?
prijswinnaar, ja! Je prijsvraag! Wel, nee, Beb, hou daar toch eens op met je prijsvraag! Dat is Tom Lauwman. Met die prijsvraag iedere keer. Tom Lauwman. Kom ik even koffie zetten? Kom ik nou schelen? Schuil 66 in Horen. Nou, wat had hij? Kom jij nog deze kant op met benzine? Nou? Ja, dat wel. Maar jij hebt er niks aan, want je hebt volgens mij een dieselbakkie. Nee! We zijn er doorheen. Ja, het is niet voor mogelijk, maar we zijn er doorheen hoor. Nou! U begrijpt natuurlijk wel, we hebben geen vraag voor volgende week, want dit is de laatste uitzending van dit seizoen. Vanaf volgende week krijgt u uitsluitende herhalingen op dezezelfde tijd, dus al het oude gedoe. Kunnen wel een vraag stellen. We kunnen wel een vraag stellen. Ja, natuurlijk, mensen kunnen het toch niet insturen, heb je toch genut? Ja, maar vraag stellen kan wel. Wat bedoel je, houd het ook maar vol, hè? Nou ja, in ieder geval dus, dit was de prijsvraag tot nu toe, hè. 1 oktober is er weer een nieuwe prijsvraag en tot zo lang zeggen wij... En dan is het nu de hoogste tijd geworden voor... Ja, Dick. Eigenlijk zou Lennie Koer nou komen. Ja, ja, die nou... Die kan niet. Nee, is het ooit altijd in dit programma. Dan kan die niet en dan kan ze dus niet. Maar ze heeft wel een bandje opgestuurd voor ons. Ja. Zodat we het zelf in konden zingen. Oh, we gaan het zelf... Ach, wat leuk. Ach, wat vind ik dat leuk. Toos, Toos. Ja, we gaan het liedje inzingen van... hoe heet het ook alweer, maar ja... Maar zeg, gaat er gebeuren, meisje? Ben ik nog nodig, anders hou ik mijn jas aan. Oh, mijn Jopie moet even blijven, want we gaan maar ja, maar ja, maar ja, maar ja. Oh, wat een leuke zelf vind ik dan van mijn ja, maar ja. Ik stap het bandje vast, hoor. Ja, dat is goed, de groot, dames en heren. Hier is dan weer een dik voor mekaar team. Met het liedje van Lennie Koer. Maar ja. Nog een engert als je kijkt en naar me lacht. Je tanden zijn zo zwart, ze zijn zo donker als de nacht. Maar ja. Dat je uit je bek stinkt, dat had ik nog niet verwacht. Weet je wat ik vond? Vandaag nog even vond. Een stuk of 20 tanden en die kwamen uit je mond. Je hapte in een appel en ze vielen op de grond. Maar ja. Je slist nu als een gek, ik wou maar dat ik je verstond. Wat moet ik met je doen? Wat zal het voor je zijn? Zo'n tandeloze bek, dat doet natuurlijk pijn. Je vreet alleen maar pap, er mag geen stukje hard in zijn. Maar ja. Zelfs de macaroni maal ik eerst nog voor je fijn. Mijn tanden zitten boven, drie kiezen nog beneden. De rest zat ook nog vol, maar dat is lang geleden. Het is een raar gevoel, zo'n open uitgeholde sloot. Maar ja. Ik heb ondertussen toch maar door je laten. Ik heb ondertussen nog maar door je laten kussen. Maar ja. Ik heb ondertussen nog maar door je laten kussen. Weet je wat ik vond? Vandaag nog even vond. Een stuk of 20 tanden en die kwamen uit jouw mond. Je hakte in een appel en ze vielen op de grond. Zo'n tandeloze bek, dat doet natuurlijk pijn. Je vreet alleen maar pap, er mag geen stukje hart in zijn. Maar ja. Zelfs de macaroni maal ik eerst dan voor je fijn. Twee tanden zitten boven, drink eens er nog beneden. De rest zat ook nog vol, maar dat is lang geleden. Het is een raar gevoel, een uitgeholde open spoel. Maar ja. Ik heb ondertussen toch maar door je laten kussen. Ik heb ondertussen.
tussen toch maar door je laten kussen. Ik heb me ondertussen toch maar door je laten kussen. Ik heb me ondertussen toch maar door je laten kussen. Stella, of ik schiet zo. Oh, geen teller, hè? Ja, dames en heren. En dan is het nu voorlopig voor de laatste keer tijd geworden. Voor de 30 seconden van meneer De Groot. Oude 30 seconden kunt u horen tot en met oktober. Iedere zaterdagmiddag van 1:30 tot 2:00. In herhaling van de Lachen van Schietshow. En van de 30 seconden van meneer De Groot. In oktober komen, wat zegt u meneer De Groot? Ook herhalingen van de 30 seconden van meneer De Groot. Uitsluitend herhalingen van de 30 seconden van meneer De Groot. Nu een laatste nieuwe greep uit de gulle schatkist. Van grollende grappen van meneer De Groot. Wat een heisa voor die flauwekul, zeg. Hallo, prins. Hier is meneer De Groot. Uit de gulder, nou ja. Ik heb weer een paar aardige mopjes gevonden. Oh, hij aardige mopjes. Nou ja, af en toe maar heen komen. Van Willem Duis uit Venlo. Willem Duis, oh wat leuk. Oh, die hebben we alles gehad. Ja, toen dachten wij nog. Ja. Nou, dat. Nou, we zijn benieuwd. Toppunt van camouflage. Ik ben op alles voorbereid. Ik ben op alles voorbereid. Het is de laatste uitzending. Kan mij niks meer gebeuren. Want ik ga holiday. Nou. En toppunt van camouflage. Nee, ik weet het niet. Ik heb mijn koffers al klaar. Nou, ik heb de hengels in mijn hand. De hulk in de ketel ettersoep. De hulk in de ketel ettersoep. Is je goed op dit? Is je goed op dit? De hulk in de ketel ettersoep. Is die leuk? Ik vertel... Oh, wat goed, Dick. Hè? Dat Dick. Goed, hè? Ik heb van die riemen om mijn koffer, anders knappen ze misschien open. Wat nou? Ik vertel hem ook goed, hè? Ja, je vertelt hem ook goed. Nou, snel, want mijn trein gaat zo. Kom op, mensen, snel. Hup, de holiday staat voor de deur. De Amerikaanse president heeft hoofdpijn. Kan me niet schelen, ik ga lachen. Ja, leuk. Hij is goed. President... Ik heb soms. President Carter. Wat is er mee? Ik heb hoofdpijn. Hoezo heb je hoofdpijn? Oh, kater. Even kater. Oh, ja. Hij is leuk. Hij is leuk. Ik vind alles leuk. Ik vind alles lollig. En een radioreporter die geroepen wordt. Bijvoorbeeld leuk. Nou, wie maar. Ik heb mijn hengsels vast. Daar ga ik. Theo hier komen. Theo hier komen. Ik breek mijn hengsels af, van mijn koffer, alle twee. Hoe is het mogelijk, hè? Hoe is het mogelijk, hè? 10 jaar garantie, hartstikke dure koffer. Nou moet je je trein. Ja, dat wordt snel inpakken. Nou, nee, dat laat nog wel even liggen, want ik heb hier nog de bonus, anders knappen ze weer. Wat aan mij de bonus? Oh, dan knappen ze weer. Ja, daar heb je kans op. Nou, is van CJ de Goede, Zeewijkplein 200 in Hermuiden. Nou, wie waar? Zal ik de koffer even opruimen, meneer Bommeke? Ja, Harry, doe maar even, graag als je wil. Een hele gezonde politicus. Dit erin en dat erin. Hey, Dick. Nou, wat nou? Een hele gezonde politicus. Zo, een deuntje erbij. Ik weet het niet, de groot. Een hele gezonde politicus. Nou, wie waar wat? Hoe? Bas de Gaai Sportman. Bas de Gaai Sportman! Bas de Gaai Ik moet zeggen dat ik de productie heb. Ja, dat is voor ook wel belangrijk. Nou luisteraars, het is zover hoor. Eindelijk, het is afgelopen voorlopig dan. Hè. Dit was dan de laatste uitzending van de Dik voor Mekaar Show. Lachen we zien het. Show. Nou ja, wat maakt dat nou uit? Dat is toch allemaal hetzelfde groot, maar we gaan er niet zo op. NCRV. En wij gaan gezellig met vakantie, hè? Ja. Wij gaan samen, hè? Ja, wij gaan naar een eiland. Ja, we gaan naar Schorrel. Gezellig, lekker naar Schorrel. Ja, we gaan naar Schorrel. Nou, ik ook hoor, ik ga er ook tussen. Was ik vergeten? Ik ga bij mijn zwager opzitten. Nou, gezellig allemaal. Open Joop, waar gaan u heen? Ik heb een afspraak op de hoek, mensen. Mooi. Nou, iedereen op pad. Mensen, daar gaan we dan. Op holiday. Dit was de Dik voor Mekaar Show. Graag tot oktober. In die tussentijd volop herhalingen. Dus we zijn er niet vanaf voor van deze zender. Maar wij zelf wel. Productie, wat kan mij dat nou schelen? De herhaling heb ik ook geproduceerd. Ja, hij heeft de herhaling gemaakt. Dat nou uit te groot. Dat zal de mensen daar. Nou, we vinden ze misschien wel. Prettige vakantie!